Welkom kijkers voor een nieuwe video. Vandaag speel ik GTA 5. En ik ben hier in de gevangenis. Als is een guard. En eigenlijk was ik dus even aan het testen als ik hier een leuke video kon maken. Als undercover agent. Alleen dat stuk in de koffer kan je nu wel even weglaten, zeg maar. Oh shit, dat was mijn eigen auto. Nou ja, dat maakt niet uit. Mijn T20 is een beetje kapot. En voor de mensen die denken, waarom ben ik nog niet dood? Ik zal even laten zien. Kijk, ik ben zeg maar beter bestendigd tegen kogels en dat soort dingen. En mijn minigun is een beetje sterker dan normaal. En ik heb Infinity Ammo voor minigun, dus sowieso kunnen deze mensen hier voldoen, want mijn ammo raakt dus niet op. Word ik beschoten vanuit de toren? Nee, vanuit die toren volgens mij ja. Heb ik hem? Ik heb hem. Er zit hier wat zwarte vlekken op de grond. De grond is een heel klein beetje zwart, een heel klein beetje. Ik kan ook wel wat leuks met mijn sniper. Heb ik een assault? Ik heb een assault shotgun. Komt u maar. Laten we eens de toren gaan klimmen. Dat gaan we doen. Als undercover agent. Minute undercover. En minute agent. Ik ben nog niet helemaal een agent. Oh, daar viel bij. We hebben naar beneden van de trap af. Wacht even, ik kom eraan, politie. Kijk, dat doen we gewoon zo. Kom er nu aan. Oh. Ik zit dan aan de verkeerde kant. Maar ik kom wel weer terug. Kijk, ik pak nu gewoon een stoot kunnen en doen we gewoon. Nee, die politie moet even stoppen om te schieten, anders kan ik. Zo, anders kan ik niet meer terug. Oh, ik vlieg hier niet zo heel hoog mee. Ik vlieg helemaal niet hoog. Oh nee, shit. Oh, trouwens, dan kan ik. Oh, wacht. Trouwens, ik heb zo wel een idee daarvoor. Maar als eerst even de adder.
staat de ander hier. Oh, ja, daar heb ik er niet zo'n vraagheid. Ja, zet hem hier maar neer. Goed zo. En dan doen we dit. Zijn 1. Drops. Hebben we ramps? Ja, dit moet ik hebben. Van vier kan ik door aan kunnen vliegen. Kijk, die zetten we hier neer. Kan deze hierop? Deze moet hier eigenlijk even op. Kan hier niet plaatsen. Shit. Hebben we een andere? Nee. Oh, wacht, hier moet ik de gevangenis ook wel in hoor. Safe. Zo. Oh, volgens mij. Ja, dit was dus al wat ik dacht. Hij staat zeg maar niet helemaal op de grond. Maar dat kunnen we regelen. Dat kunnen we regelen. Kijk, dan doen we gewoon opnieuw dit. Scène 1. Props. Doe opnieuw een stunt ramps. Nee, die moeten we trouwens niet hebben. Sense, rocks, trees, ramps, die. En dan medium ramp, nee, large ramp, die ja. En die is zo te zien dat niet hoog genoeg. Nou ja, dan stunt het er wel gewoon op. Dan zet hem hier aan neer. Oh, waar is garage other? Oh, dan span ik hem een tweede keer. Oh, nou is er maar één keer gespannen. Oké, okay, mooi. Laat dat trouwens maar niet doen, dan krijg ik weer ruzie met die mensen. We gaan omhoog. Dit kan even een paar jaar duren. Oh, dus de mens om te schieten. Ach joh, dat maakt niet uit. We zijn bijna boven. We zijn er.
Als een granaat of gaat, gaan we. Oh god. Dit kan nooit goed gaan. We gaan zo hoog vliegen. We gaan zo hoog vliegen. Oh mijn god. We vliegen zo ver. Oh, dit is vet. Staat er mijn garagemotor? Ik heb zo'n goed idee. Staat er? Er moet een motor in staan. Alsjeblieft, staat de motor in. Er staat geen motor in. Oké, dat maakt op zich ook niet uit. Dan doen we het met een andere auto zo meteen. Kunnen we even die prop dit jaar? Wacht, deze moet ik hebben. En dan... Dit is geen Jump Large, net zonder Jump Large. Deze zocht ik, ja. Die. En wat ik dus dan van plan ben. Shit. Oh, wacht eens, we kunnen wel deze zo hier neerzetten. Zo. En dan terug. En dan safe. En dan garage. En dan op deze even bij. Ik weet eigenlijk niet eens als ik het ergens shoot heb. Nee, daar kan ik zo achter. Waar staat de ramp? Hier is de ramp. You are in restricted airspace. Revert your course
ik heb dus geen parachute, kom ik nu achter. Oké, dit doen we even anders. Ik heb ook wel een helikopter. Zo hoog. En dan moet ik nu hopen dat ik hier op dit platform iets kan spannen. Oh, dat kan. Oké, daar ben ik heel blij mee dat dat kan. Met andere waren nu al. We gaan nu met de SR's vanaf. Wacht, ik wil eigenlijk eerst even kijken wat alles is. Wat is dit? Is dit? Oh, die spant niet hier. En dat is dat vliegtuig. Oké, die hoeft er niet. Dit kan echt op geen enkele mogelijke manier goed gaan. Dit kan nooit goed gaan. Maar we gaan het wel doen. Oh nee, dit kan niet goed gaan. Ik zie een hele baan nauwelijks. En je moet eigenlijk even de loop iets opzij doen, anders blijft die loop hier vastzitten. Nee, oké, nou, maar deze tank is niet zo heel grappig of zo. Als de tank echt goed vanaf ging, was het leuk geweest. Maar dat is dus dat het probleem. Hij gaat er niet zo goed vanaf. Maar... Oh, nu ik dus zweet... ga ik gewoon deze helemaal heel ver de lucht in doen. En ze natuurlijk gewoon heel ver de lucht in, zeg maar. Trouwens, ik doe niet over de gevangenis, anders krijg ik daar een probleem mee met de gevangenismensen. Nu moet je de Oppressor 1 hebben. Niet de Oppressor MK2, maar die andere Oppressor met wielen.
Dan kun je zo ver vliegen hiermee. Ik kan niet zien hoe hoog we zijn. Nee, ik ga er maar vanuit dat we heel hoog zijn. En dan doen we nu garage. Een mooie helikopter en dan gaan we hier maar die ramp op vliegen. Die ramp is zo hoog. Waarom kan ik niet in first person? Nou ja, boeien. Wielingklap van deze helikopter, dat is cool. En we zijn nu boven. Oh. Niet nu er vanaf. Oké, zo. Wat is dit? Is het een vliegtuig of een helikopter? Dat is zo'n ding. Wacht, is dan... Nee, die staat zeker... Oh, waarom staat die nou weer maar daar bij het water? Wacht, kan ik vanaf hier zien? Wat dat is. Oh, dat is een boot. Dit. Ja, dit is een vliegtuig. Wacht, ik wou met Osiris gaan. Alleen die had ik toen niet gedaan, maar die doen we nu gewoon. Oh. Oh, daar gaan we. Gaan allemaal frontflips maken. Oh, dit zijn geen frontflips meer. Oké, okay, wacht, gekke draais mag ook. En een backflip en nog een halve gekke draai. Oh, maar ik heb hier waarmee ik dit ga doen. Hiermee kan ik het ook doen.
met dit voertuig. Of wacht, ik heb een heel goed idee. Ik doe het nog één keer in deze video. En ik ga zo zien met welke voertuig. Dat ga ik nog niet vertellen. Ik wil alleen wel even weten wat dit nou eigenlijk voor voertuig is. Ja, oké, zo'n jet. Wacht, zullen we even kijken als ik hiermee omhoog kan komen of niet? Dat wil ik eigenlijk testen. Als ik hiermee omhoog kan komen of gewoon echt helemaal niet. Ik moet eigenlijk proberen om niet over de gevangenis heen te vliegen. Wacht even, ik moet even een stukje die kant op vliegen, dan kan ik zo meteen weer recht ervoor komen. Nog iets bij de rij, zo. Dan zit de ramp nu voor ons. Nee, dat lukt niet. Shit. Oké, laat maar, dit doen we niet meer. Omdat het ook best wel heel lang kost om daar omhoog te komen. Nou ja, in ieder geval, ik wil jullie nu bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Like, abonneer. En tot de volgende video maar weer. Doei!